Hoi en welkom allemaal bij een nieuwe Ups & Down. Het is een middag. Ik heb alle kinderen opgehaald van school. Ze zijn allemaal naar school geweest. Ik heb vandaag een aantal gesprekken gehad. En ja, schatje. Daarna ben ik eventjes naar de kruidvat en naar de zeeman. Of naar de... Nee. Vibra en Zeeman geweest. Dat heb ik gedaan. Hi, schat. Hi, schatje. Is Sam. Is dat Sam? Mommy. Is dat mommy? Ga je lekker filmpje kijken? Zeker. Ga je lekker filmpje kijken en drinken? Zeker. Ga lekker filmpje kijken. Ga lekker kijken. Dus ik ga even een shopvlog met jullie doen. Ik was eventjes door de kast ook heen geweest van de kinderen. En ja, ze zijn aan het groeien, hè. Dus ja, je hebt broeken nodig en korte broeken en t-shirts, et cetera. Ik heb 2 van deze broekjes gehaald. Voor Liam en Sam. Het zijn van die badstofdingen, die zijn echt lekker. Ik heb voor... Jordi deze joggingbroek gehaald. Jordi blijft gewoon joggingbroeken verslijten, et cetera, met zijn schuif. Dus ja, die zijn nooit weg. Ik heb een shirt gekocht voor 1 van die 2, want ze hebben dezelfde maat. Ik heb een shirt gekocht voor Jordi. En achterop staat dit. Ik heb een korte broek voor Jordi. Ik heb een korte broek ook nog voor die 2. Daar past dit shirt bij. Ik heb nog een shirt voor 1 van die 2 heren. Ik heb een shirt voor nog een keer 1 van die 2 heren. Even niet, Liam. Nee, even niet. Ik heb nog een joggingbroek voor Jordi. Oma, opa. Nee, is niet opa, oma. Ik heb nog slippers gekocht voor Niels, zodat hij ook fatsoenlijke slippers heeft. Ik heb broodjes gehaald. Ik heb een verse pizza gehaald. En nog een verse pizza gehaald, voor het avondeten straks. En dit is heel geweldig. Dit is bak camembert. Zo lekker om in de oven te doen voor als je s'avonds een keer trek en iets hebt. Salade voor bij de pizza. Ik ben ook nog even bij de Hema geweest en ik heb deze 2 gekocht. Eentje voor Sam en eentje voor Liam. Ik heb deze bordjes gekocht. Want je gaat altijd mis naar bordjes en 3-vaksborden zijn wel, hè. Je hebt bij de Solo gehaald trouwens. Morgen hebben we verjaardag, dus ik heb ook een kaart gekocht. Ze is 10 geworden, dus vandaag. Ik heb deze gekocht. Als je mijn wc ooit hebt gezien, dan snap je me. Let op, Genie aan het werk. Ook gekocht. Liam, doe eens lief. Daarna ben ik nog bij, ik ben ook nog bij de Vibra geweest. Ik heb 2 emmers gekocht. Eentje voor op de douche en eentje voor gewoon te poetsen. Daar heb ik shirts gekocht voor Liam en Sam. Ik heb nog meer shirts gekocht voor Liam en Sam. Papa, mama. Ja, Liam en Sam. Ja. Ik heb korte broeken verkocht voor alle 3 de heren. 3 dezelfde. Wel zo makkelijk. En ik heb ook een shirt voor Jordi gekocht. Dan heb ik mijn volgende emmer. Ja, washandjes. Als je al 10 jaar of 20 jaar dezelfde washandjes hebt, begint het een beetje te slijten. Dan heb ik nog 3 korte broeken voor de jongens gekocht. Tadaa. Dus
Ja, en toch maar staan. Dan heb ik ook een paar dingetjes gekocht nog bij de Vibra schoonmaak. Doekjes op rol. Altijd handig. Ik heb voor mezelf een fles gekocht. Ik heb voor op zolder in mijn kast heb ik opvouwbare organizer 2 gekocht. Ik heb deze gekocht. Een flesje drinken, want ik heb dorst. Dan heb ik ook nog deze gekocht om de douche te poetsen. Dan heb ik ook nog, en ik vind dit wel heel grappig, voor Niels. Voor Jordi. En voor Liam. En voor onze Sam. Zwembroeken. Dan heb ik ook nog voor Jordi een lekkere broek gekocht. En nog een joggingbroek voor onze Jordi. En ik zag dit shirt voor mezelf. Ik denk, nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Tada! Dus dat is wat ik heb gekocht. Ja, ik heb de kinderen weer goed verwend. Oh, en mijn moeder heeft altijd over het hele jaar heen bepaalde bedragen voor de kinderen, voor hun verjaardag, enzovoorts, enzovoorts. En ik had nog wat staan voor Jordi. En wij kopen dan liever gewoon iets wat Jordi kan gebruiken. Nou had ik laatst had ik rompetjes besteld bij Modelief gemaakt. Mijn moeder vond ze echt heel goed van kwaliteit. Mijn moeder doet ook zelf op een naaimachine, kan ze kleding maken, alles erop en eraan. Maar mijn moeder zegt voor de prijs en kwaliteit die hun geven, echt super goede kwaliteit. Mijn moeder zegt, we bestellen er nog 2, dan krijgt Jordi die van ons. Voor het bedrag wat er nog staat voor hem. En deze hebben we gekozen. En deze. Die hebben we ook binnengekregen vandaag. Ja. Super fijn, die rompetjes. Echt super fijn. Soms moet je gewoon even wat dingen doen. Nou, zoals vandaag. Ik heb mijn kast heel even helemaal leeggemaakt, uitgezocht. Ik heb Niels' kast even helemaal leeggemaakt, uitgezocht. Dit ga ik nu even opruimen. Dan heb ik dat in ieder geval gedaan. Ik heb schoenen uitgezocht. Ik heb van alles uitgezocht. Dus daar ben ik mee bezig. En gewoon lekker even in mijn eigen wereldje. Moet ook wel eens kunnen. Een hele goede morgen. Ik heb nog slaap in mijn ogen. Nou, jullie moeten het er maar mee doen wat jullie zien. Ik ben mijn wassen aan het ophangen. Ik heb nu al mijn tweede wasje hangen. Wat ik niet ophang, dat zijn handdoeken. Dat ga ik niet doen. Dus die zitten nu in de wasmachine. Die doe ik in de droger. En dan ga ik weer een was wassen om op te hangen. En dan gaat er weer een was in die alleen in de droger gaat. En waarom doe ik dat? Ik kan er niet tegen als het zo ruw is. En ja, daarom hang ik dat nu op. Bedden wil ik vandaag ook verschonen. En ja, dat. Dat is lief van jou dat mama een dekentje van jou krijgt. Heel lief van jou. En je vindt jou ook lief. Dat zijn de tenen. De tenen van Joef. Zakjes doen, hè? Niet de haren trekken. Zakjes doen met aaien. Joef, hè? Oh ja. Is jouw vriendin, hè? Oeh, krijg je kusje. Oh, het is een kasthuis.
heel goed. Dat is de boot. Zo. Ik heb boven alles gepoetst. En nu ga ik mijn haar even doen. We hebben een verjaardag. Een meisje wordt 10 jaar. Van vrienden van ons. En daar moet je gewoon even heen. Je kan een kind nooit overslaan, vind ik. Daarnaast komt Inge vandaag ook. Die heeft de sleutel van ons huis, dus die kan ten alle tijde binnen. Is ook wel makkelijk als je van heel ver weg komt. Ja, Inge blijft slapen vannacht. Morgen hebben we een leuke dag gepland. Nou ja. Het is niet mijn ding. Maar ik vind het leuk om het met Inge te doen, zeg maar, dat. Dus, ja. Maar dat gaan jullie morgen zien. Ja. Ik vind het wel gescheten zo. Ik ga gauw even de haren van de kinderen doen. Schoenen aandoen. Ik heb dit jurkje aan. Met een broekje eronder. Dus, ja. Dat. Verjaardag gehad. Nou gaan we onderweg naar huis. Ze zijn verwend met ballonnen. En als het goed is, zingen over ons thuis. Dus. Oh ja, telefoon hier. Zo, weg telefoon. Zo, lekker slapen. Ja. Nee. Nou, tante Inge is er alweer, hè? Tante. Tijdje! Jinte zit binnen. Ze zijn al even hier. Tijdje! Je ziet het weer, ze hebben de grootste lol. Tijdje! Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Ja. Is dat een taartje? Of een appel? Appel. Wat is dat? Wat is dit? Taartje of appel? Appel. Dit is niet de appel! Wat is dit? Lekker taartje. Lekker taartje. Hij wil het zeggen, hè? Je ziet het aan omdat hij het wil zeggen. Is lekker taartje. Lekker taartje. Waar is taartje nou? Taartje is weg. Oh oh, waar is die? Waar is die nou? Ja, is die bij? Ja, ja. Wat is dat? Dit is niet appel! Dit is niet appel! Is het taartje? Hey, goedemorgen! Waar zitten we? Vloeimand. Ja, in de Brabant. Snuffelhallen. Dus wij gaan snuffelen. Tuurlijk lukt dat. Dat zo meteen. Ja? Goed zo. En toen zaten we alweer in de auto. Het is groen. Ja. Rijn. We hadden drama met uitparkeren. Jazeker. Maar dat komt allemaal goed, want wij kunnen dat. Wij zijn dames die dat kunnen. We hadden dat eigenlijk moeten filmen. Eigenlijk wel, hè? We hadden eigenlijk die telefoon ergens op een andere auto moeten leggen. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk ja. Hadden we dat moeten doen, maar dat hebben we niet gedaan. Maar hey, teamwork, hè? Zeker. Doen we gewoon. Het duurde maar 10 minuten als je opmaakt. Ja, dat maakt niet uit. En mensen keken ons raar aan, maar hey, het is wel gelukt. Aha. Straks. En dan achteruit de parkeerplaats af, hè? Ja. Doen we even. Hier zit het flitspaal. Oh, sorry. Ik heb geen zin in bonnetjes. Nee, dat snap ik. Daarom zeg ik het ook. Het was taxigroen. Oranje. Maar ik denk dat de bonnetje van het haatrijden goedkoper is dan de bonnetje van rode licht. Ja, dat. Nou, weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik niet. Ik heb eigenlijk nog nooit gehad. Ja, rode licht wel. Rode licht wel. Dat heb ik een keer gehad. Oh.
Ja, Niels die heeft ook... Toen was hij heel bezopen en toen ging hij de darm kotsen. Toen ging ik dat wel licht. Oeps. Oeh, jee. Het was een zwaar kotsmomentje. Mm-hmm. 130 euro. Nou, volgens mij is het niet van 200. 200 of zo is dat nu. Ja, volgens mij was het 130 euro of zo. Mm. Maar goed. Wij gaan onderweg naar huis. Ik heb niks gekocht. Wij hebben kleren voor Jinten gekocht. Ja. Ze gaat daar een modeshow lopen, want dan moet ze. Ja. Dus daar gaan we wel filmen. Ja. Leuk! Het rokje, het t-shirtje en het jekje heb je gehad van mama, hè? Vind je het leuk? Ja, heel leuk. Nou ga je de volgende aandoen. Oh, die is leuk. Pas op. Ja, die staat op de leuk erbij. Mooi! Oh, dat is ook leuk. Ook een nieuw shirtje. Ja, en een jurkje. Ja. Volgende. Oh, wauw! Ja, die vind ik ook leuk. Joef vindt het ook mooi. Ja, vind je het ook mooi? Ja. Heel mooi. Nou, ga gauw het jurkje aandoen. Oh, die is ook leuk. Ja, die vind ik ook wel leuk. Heeft mama goed uitgezocht, hè? Met mijn lief. Nou, ik heb niet zoveel gedaan. Jawel. Ja, ik vind het leuk. Ja, ik ook. Ben je helemaal knap? Oh, oh. En ja, het is al op zover. Maar we hebben gebruncht. Zeker. Is het lekker? Ja. Ja, oké. Okay. Toppie. Ja, daar zitten ze hoor. We kunnen het hebben samen. En hier zit er een ander. En dan heb je ook nog Liam en Jinten die dit het samen zitten. Wie is dat? Is dat? Penny? Penny de koning. Penny de koning, oké. Okay. En nog een springtouw. En een springtouw. En ja. Wij zitten hier. Ja, dat. Tadaa! Ja, dat. We zijn net naar de winkel geweest. Niels is met de kinderen en met Inge naar de speeltuin geweest. Ik heb hier even opgeruimd met Jordi samen. Jordi heeft vast het meest opgeruimd. Ja. Jordi pakte het vast en ik pakte het af. Dat was de bedoeling. Dus ja, lekker rustig dagje. Wat zijn jullie hier aan het doen? Knuffelen. En chillen. En chillen. Lekker man. Aaien. Doe jij Jinten aaien. Dat is lief. Aaien. Hij doet jou aaien Jinten. Dat doet hij heel lief. Aaien. Voordat Inge weggaat. Komt zij met de ellende. En dit is spicy. Dit zou spicy moeten zijn. Hier zitten pepers in en limoen. Ja. Ik weet het niet. Maar we gaan het wel nou zeggen dat het niet tevreden is. Is het niet tevreden? Ja, ik ben er bang voor. Het is ook een paprika, man. Ja, wel. Als dat alles is. Takis. De o zo opgehypte chips. Het ziet er niet uit als chips. Proost. Het smaakt naar tijgernootjes. Ja. Met een beetje zuursaus. Ja. Geen pittig? Nee. Er zit een pittigheidje aan. Maar om nou te zeggen... Wat in de actual... Nee. Paprika. Jo. Staat er op. Jo. Ja. Er zit wel een zuurtje aan. Nee, ik vind het niet lekker. Het is ook niet mijn favoriet, maar Jinten laten we dit niet proeven. Nee. Dit gaan we niet aan haar vertellen. Dit gaat zij wel last van hebben. Ja. Dat hoor ik dan vannacht nog, denk ik.
Maar om nou te zeggen, ik vind het... Ik denk dat Emiel snackt dit gewoon weg als paprika chips. Emiel? Ja. Ik zou zeggen, neem het mee. Maar hier staat bijvoorbeeld extreme. Ja. En ja, er zit ook een zuurtje aan. Ja, extreem zuur is het ook niet. Extreme eten is het ook niet. Nee. Extreem niet lekker? Nou, ook niet. Kan je niet zeggen dat het heel vies is of zo? Nee. Maar als je het de eerste keer proeft, dan denk je borrelnootjes. Ja. Beetje jammer. Nou. Ik denk dat de stom komt uit je oren, want het is zo ja. Extreem. Ik dacht echt oprecht, ik ga Inge hiermee hebben. Helaas. Hm. Nou ja, proost dan maar, hè. Vooral dat. Nou ja, dan moet je dit maar meenemen voor Mandy. Ja. Niels hoef ik dit niet te geven, want die kan niet tegen pitten. En dit is niet te pittig. Hier brandt hij zijn bek mee. Mm. Ja. Ja. Nou, dat niet. Nou, hij zit nou chocoladegrappen. Ja. Komt daar omhoog. Joehoe, daar is hij. Tada! Zie je? Nou, hè? Ja, dat. Kan ook nooit een keer zonder hem, hè? Nee. Altijd tegen mijn beeld. Ja, dat. Ja. Als het hem niet is, dan zijn het zijn kinderen wel. Ja, dat. Nee, maar ja. Nou ja, bij deze sluit ik hier wel mee af voor vandaag. Ja, ja. Hier staat wel een chili en lime flavored fried corn snack. Ja. Ja, niet boeiend. Nee. Voor die 2 euro bij de Action lekker laten liggen. Gewoon niet kopen. Ja. Zonde. Nee. Ja, borrelnoten zijn lekker. Ja. Kom maar borrelnoten. Ja. Inge en Jinte zijn inmiddels weer naar huis. Ik heb hier nog even brood gemaakt voor Niels en Jordi. Ik heb alles klaargezet voor de kinderen. Ik heb hier in zoverre opgeruimd. Morgen ga ik de rest wel doen, want het is zo tijd om lekker naar bed te gaan. Dus bij deze ga ik deze upsen nou ook afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.